Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather, De weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag. In deze 30 dagen gaan we eens kijken wat de winter nog voor ons in petto heeft. Afgelopen tijd is het in ieder geval weer heel erg nat geweest. Deze februari maand is alweer bijzonder nat. We zien hier ook een mooi voorbeeld van al die grote plassen die er zijn in de komende week zal daar weinig verandering in gaan komen. Laten we de weerkaarten er maar eens eventjes bij gaan pakken. En dan zien we op maandagochtend dat er een hoge drukgebied ligt boven de oceaan, wat zuidelijk. En dat we te maken hebben met een westelijke stroming. En die westcirculatie die gaat weer de nodige storingen brengen onze kant op. En dat betekent regenwater, want de temperaturen zijn hoog... En winterse neerslag zit er eigenlijk niet in. Hier op de oceaan lijkt wel heel veel winterse neerslag aanwezig te zijn. Maar naarmate dat wat meer naar het zuidoosten trekt, verdwijnt dat toch. En wij moeten er eigenlijk gewoon rekening mee houden dat we hier alleen maar vloeibaar water gaan krijgen. En dat het af en toe echt wel stevig kan gaan doorregenen de komende week. Kortom, een zeer wisselvallige week staat er weer op het programma. Eigenlijk zijn we helemaal niets anders gewend de laatste tijd. En ook qua temperatuur, zit er heel weinig verloop in die temperatuur. Die ligt overdag zo rond de 10 graden en in de nachten over het algemeen ruim boven het vriespunt. Niet komende week, maar die week erop kan het misschien wel iets kouder gaan worden en kan de temperatuur bij opklaringen af en toe tot nabij het vriespunt dalen in de nachten, maar overdag zien we nog steeds die waarden van zo'n 10 graden. En dat is zacht voor deze tijd van het jaar. Ja, het wisselvallige beeld is ook heel duidelijk te zien in deze neerslagkansgrafiek. Vrijwel dagelijks is de kans op neerslag erg groot. Zo af en toe zit er een wat drogere dag tussen, bijvoorbeeld de zaterdag, dit weekend, maar verder over het algemeen toch een grote kans op neerslag. En nogmaals, dat is dan in de vorm van regen. Laten we maar eens naar de luchtdrukafwijking gaan kijken voor de komende week. En dat zagen we natuurlijk ook al in de weerkaart. Dat hoge drukgebied, dat benoemde ik al. Lage druk boven het noordelijk deel van het Atlantische Oceaan. En dan heb je bij ons een westcirculatie. En in die westcirculatie komen dan die storingen dichterbij. Dat betekent over het algemeen ook dat de lucht wat zachter is dan gebruikelijk. Het oceaanwater is veel warmer dan gebruikelijk en ook de Noordzee is over het algemeen veel warmer dan gebruikelijk. Alleen in het uiterste noorden van de Noordzee zien we wat lagere zeewatertemperaturen. Dat betekent in ieder geval dat de aangevoerde lucht vrij mild is en dat de temperatuur hoger zal zijn dan gebruikelijk. We zien het terug in deze kaart. Opvallend ook de hoge temperaturen voor het oosten van Europa die daar verwacht worden. Qua neerslag, ja, het wordt nat. En het is al een enige tijd nat. Ik gaf al aan dat februari toch wel zeer nat dreigt te gaan worden. Nou, we zien het ook voor de komende week. Dat er veel nattigheid wordt verwacht. Veel meer neerslag dan gebruikelijk in het westen van Europa. Gaan we een beetje verder kijken. 26 februari tot en met 4 maart. Dan zien we nog steeds dat hoge drukgebied daar aanwezig boven de oceaan. Stroming kan misschien ietsje meer naar het noorden gaan draaien... waardoor er iets koudere lucht onze kant op gaat komen. Maar winterweer, ik zie het eerlijk gezegd niet. Wel nog steeds de kans op neerslag. En als we naar temperaturen kijken... dan zien we dat die warme lucht waarschijnlijk wat meer nog naar het oosten gaat trekken. En dat wij in een gebied komen waar de afwijking niet zo groot is... maar over het algemeen toch net wat hoger dan gebruikt. Die temperaturen. En dat betekent dus ook dat er van winter weer geen sprake is aan het begin van maart. Qua neerslagkansen. Nog, nog steeds zien we de nattigheid in onze buurt. Ook daar komt weinig verandering in. Wat is de luchtdrukverdeling dan later in maart? We gaan een sprongetje maken, 11 tot 18 maart. Nou, dan zien we over het algemeen boven Europa iets lagere druk. Maar een echt patroon is niet duidelijk te onderscheiden. We zien dat ook wel terug in de weerregimes. Ook daar is eigenlijk alles mogelijk. Maar nogmaals, winterweer, dat zit er ook in maart niet in... zoals ik nu de kaarten analyseer. Want kijk maar eens ook naar de temperatuur. Die temperatuur is hoger dan gebruikelijk. En natuurlijk kan er af en toe wel eens een winterse bui voorbij gaan komen... Als we een een noordstroming hebben en een aanvoer vanaf de Noordzee hebben, met misschien wat koudere lucht bovenin. Over het algemeen zal het toch gewoon neerslag zijn in de vorm van regen. Ja, en dan is het ook al maart geworden. Ik gaf al aan, februari lijkt erg nat te gaan worden. Of is al erg nat. En dat wordt natuurlijk nog een stuk natter. Gaat het boek in als een natte maand. We hebben nog ja, bijna een halve maand februari te gaan. Qua temperatuur is ook bizar hoor voor februari. Momenteel zitten we op een gemiddelde maandtemperatuur van zo'n 8 graden. 3, 3 graden. En dat is veel hoger dan gebruikelijk voor februari. Je moet zich voorstellen als we naar klimatologie kijken... dat de gemiddelde maandtemperatuur voor februari zo'n 3,9 graden is. Nou, dat is dus ruim hoger. Kan natuurlijk nog wel ietsje gaan dalen... omdat we nog twee weken te gaan hebben in februari. Maar toch, het is wel heel opvallend. Verder dan even kijken naar de maand maart, want die gaat dan ook beginnen. Dan moet je een gemiddelde temperatuur hebben van zo'n 9 graden aan het begin van de maand, einde van de maand 11 graden. En ja, minimumtemperaturen tussen 2 en 3 graden. En het ziet er dus naar uit dat ook die maand maart. Ook wat warmer gaat verlopen als we naar de trendkaarten kijken. Wat de neerslag betreft, de gemiddelde hoeveelheid neerslag, zo'n 50 tot 55 mm. Natuurlijk zijn er wat gebieden waar wat meer neerslag valt, maar er zijn ook gebieden waar wat minder neerslag valt. Dus gemiddeld die 50, 55 mm. Maar dan hebben we meteen even nog een opmerking, want we hebben te maken met El Nino, die is afgelopen jaar goed op gang gekomen. En uit nieuw onderzoek blijkt. Dat het signaal echt wel duidelijk wordt dat als je een El Nino jaar hebt, het voorjaar wat daarop volgt, natter verloopt dan normaal in onze omgeving. Dus dat zou betekenen dat dat natte weer ook nog blijft. Hier ligt Nederland in de cirkel, Europa, West-Europa. Verder hier Rusland. En dan zien we de blauwe en de rode zones. En dat blauw dat geeft dus aan dat het daar over het algemeen wat natter is in het voorjaar als er een El Nino. Aan vooraf is gegaan. Het rood geeft zones aan waar het wat droger is. Nou goed, met al die informatie kunnen we gaan zeggen dat het in ieder geval zachter dan normaal zal zijn de komende periode. Dat is het al en dat blijft het voorlopig. Vaak ook nattigheid, flink wat neerslag. En ik denk eerlijk gezegd dat we echt afscheid van de winter hebben genomen. Want ook de komende vier weken, zoals het er nu voor staat, zie ik de winter niet terugkomen. Nog een fijne dag.